Welkom bij een spelzonde, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer wil ik met jullie een blik werpen op Gunslinger Last Man Standing, uitgegeven door V-Dog Enterprises. Het is een spel voor 2 tot 6 spelers waar je ongeveer een 15 tot 30 minuutjes mee zoet bent. En in dit spel kruip je in de huid van een cowboy, een gunslinger, en probeer je jouw medespelers uit te schakelen voordat zij dat bij jou doen. Dat ga je doen door middel van een bijzondere spinner waar je kogels in laat en die geeft aan waar jij op vuurt. En zo hoop je, mede door listig gebruik te maken van de kaarten, de last man standing te zijn, de laatste speler die nog overeind staat. Het spel wat jullie zien is een prototype, helemaal handgemaakt vanuit hout. En ook de spelregels kunnen uiteindelijk nog veranderen ten opzichte van wat ik jullie uitleg. Maar laten we eens gaan kijken wat we precies krijgen. Het spel is bedacht door Lee Darcy en wij krijgen de spelregels vooralsnog in het Engels, nog in kladvorm, maar al wel met duidelijke voorbeelden. We krijgen voor elke speler een spelersbordje waar je cowboys op zet en waar je special bullets bij houdt. We krijgen deze spinner waarmee we bepalen waar geschoten wordt. En we krijgen verder de verschillende kogels die wij kunnen gaan laden in het magazijn van deze spinner. We krijgen de custom dobbelstenen, de componenten voor elke speler. En tot slot hebben wij het rogue deck, wat je kan toevoegen afhankelijk van welk niveau je het op wil spelen. Dat is wat we krijgen. Laten we maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld even opgezet voor 4 spelers. Elke speler kiest een kleur, een spelersbordje en dan zet je je cowboys neer, verdeeld over de 6 vakjes. Je zult merken, je hebt maar 5 cowboys en er zijn 6 vakjes, dus je mag zelf kiezen welk vakje je leeg laat. En daarnaast zet je in elk vakje ofwel een zakje met geld ofwel een tonnetje. Cowboys hebben 2 zijdes. Aan de ene kant hebben zij een stip in jouw kleur en aan de andere kant hun rugzijde is gewoon blanco. Je moet ervoor zorgen dat de stip naar de tegenstanders toegekeerd is. Je krijgt een overzichtskaartje en een starthand van 5 speciale eigenschappen die je kunt gebruiken. Daar zal ik straks meer over vertellen. In het midden van de tafel leggen wij de spinner. En ik gebruik dan dit bakje met de kogels en om te dobbelen. De verschillende dobbelstenen en het rogue deck gesorteerd op 1, 2 of 3 sterren. Het doel is om dus als laatste nog tenminste 1 cowboy over te hebben, terwijl de andere spelers dat niet meer hebben. Wijs willekeurig een startspeler aan of je zegt gewoon 1, 2, 3, 4 en we spinnen de spinner. In ieder geval is speler 3 de startspeler. Maar voor mijn voorbeeld begin ik lekker zelf. Maar zo zetten we op. Tijd om te gaan schieten. Beginnend met de startspeler en dan met de klok mee, speelt iedere speler een ronde van 5 fases. De eerste fase is het genereren van acties. En dat doen we door de dobbelstenen te gooien. Je krijgt 1 actiepunt voor elke dobbelsteen die je werpt in jouw kleur. En er zijn natuurlijk kaarten die op een alternatieve manier soms acties genereren. Maar ik ben oranje, dus ik probeer zoveel mogelijk oranje dobbelstenen te gooien. En ik mag in totaal 3 keer dobbelen. Een kaart die iedere speler heeft die gebruik maakt van alle kleuren is bijvoorbeeld de Dynamite. Als je 6 dobbelstenen werpt in jouw kleur of 6 dobbelstenen in de 6 verschillende kleuren, dan mag je je Dynamite kaart inzetten. Ik ga eventjes voor gewoon reguliere acties. Eerste worp, ik heb 1 oranje dobbelsteen. Ik gooi overige 5, nog 1 oranje erbij. En dan heb ik ze in totaal 3 oranje dobbelstenen geworpen. Dan gaan we naar de tweede fase, het gebruik van je dobbelstenen. Ik heb nu 3 actiepunten, die ga ik inzetten. Ik krijg altijd, als ik aan de beurt ben, 1 gratis special attack actie. Oftewel, ik mag 1 van deze fiches een stapje omlaag doen op deze ladder, waarmee ik ofwel de shotgun kogel vrij speel, ofwel de rifle kogel. Laten we gaan voor de rifle. Daar zet ik vast 1 stapje bij. Er zijn globaal 5 acties waaruit je kan kiezen. Je kunt voor 1 actie nog een stapje nemen op je special attack spoor. Je kunt voor 1 actie 1 van je cowboys bewegen naar een leeg vakje. Je kunt voor 1 actie een geldzakje veranderen in een ton.
Dat kan echter alleen maar als er ook daadwerkelijk een cowboy op het vakje staat waar het geldzakje ligt. Maar dan kun je deze dus betalen en dan krijg je een nieuw tonnetje en dat zet je recht op neer. En dat beschermt je natuurlijk weer als er op je geschoten wordt. En de laatste actie die je kunt uitvoeren is voor één dobbelsteen een kogel laden in de spinner. Je mag zelf bepalen in welke volgorde en hoeveel acties je doet. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen van nou, ik heb nu 3 acties. Dus ik laad in één keer 3 kogels erin. Ook als je dus bijvoorbeeld je speciale tag opgeladen hebt. Dan kost het je nog steeds 1 actie. Je reset de tag en dan zet je in dit geval de rode rifle kogel. En die stop je in de spinner. De laatste actie die je hebt is je kunt je dobbelstenen gebruiken om kaarten te kopen. Er zijn 1, 2 en 3 sterkaarten. De 1 sterkaart, daarvoor moet je 4 dobbelstenen afleggen in 4 verschillende kleuren. De 2 sterkaarten moet je 3 dobbelstenen afleggen in dezelfde kleur. Maakt niet uit wiens kleur, maar het moet dezelfde kleur zijn. En voor de 3 sterkaarten moet je 3 dobbelstenen afleggen in je eigen kleur. Dus ik kan ook zeggen, ik heb nu 3 oranje dobbelstenen. Die gebruik ik alle 3 om deze speciale kaart te kopen. De derde fase is het spelen van de kaarten. De actieve speler mag zoveel kaarten spelen als hij of zij wil. Als die daar tenminste voldoet aan de voorwaarden. Bijvoorbeeld, ik kan bijvoorbeeld een extra bullet. Load 1 bullet for free. Dus ook al zou ik geen acties hebben, zou ik nog bijvoorbeeld deze kaart kunnen spelen. Om nog een extra kogel erin te stoppen. Special attack bonus mag ik 2 stapjes weer doen op dit special attack spoor. Nou. Ik ga even kijken, in dit geval ga ik geen kaarten spelen. Ik ben wel content met wat het is. Maar dat is de derde stap, het spelen van kaarten. En zo kun je dus ook de kaarten die je eventueel vanuit het rogue deck koopt spelen. Dan gaan we naar de vierde fase en dat is het laden en vuren. Nou, ik heb mijn kogels stiekem er al in gestopt. En dan is het een kwestie van de spinner een draai geven en kijken waar die terecht komt. In dit geval eindigt de spinner op 1, 2 en 3. Dat betekent dat ik schiet op alle andere spelers op vakjes 1, 2 en 3. Raak ik een tonnetje, dan gaat het tonnetje plat. Raak ik een cowboy met een stip aan de voorzijde, dan gaat hij naar de blanco zijde. Raak ik een cowboy die al op de blanco zijde lag, dan wordt hij verwijderd uit het spel. En dan ben je dus een cowboy armer. Je schiet op alle spelers tegelijkertijd. Dus ik heb rood, groen en paars tegelijkertijd geraakt op 1, 2 en 3. De rifle, kogel. Als die een target raakt, doet hij niet 1, maar 2 damage. Dus die schiet in één keer een tonnetje weg. Of als die een cowboy raakt, in één keer schiet hij de cowboy weg. En de shotgun, die raakt het vakje waar die daadwerkelijk op eindigt. En de 2 vakjes aangrenzend. Dus in dit geval raak ik met de shotgun de 6, de 2 en de 3. En die doet die allemaal 1 damage. Dan gaan we naar de laatste fase waarin we alles weer opruimen. De kogels worden weer verwijderd uit de spinner. De dobbelstenen gaan naar de volgende speler. En die begint ook vrolijk te dobbelen. En zo gaan we rond. Totdat er op een gegeven moment nog maar 1 speler is met cowboys. En die is uiteindelijk de winnaar. En zo wordt Gunslinger Last Man Standing gespeeld. Gunslinger is een fantastisch partyspelletje wat door eenvoudige regels en hoge interactie erg vermakelijk is. Het thema en de vormgeving vind ik erg gaaf gedaan. Uiteraard ziet het er extra mooi uit omdat dit allemaal handwerk van hout gemaakt is. En gewoon ja, super tof met zo'n grote cilinder waar je daadwerkelijk je kogels inlaat en mee gaat vuren. Ja, dat ziet er waanzinnig gaaf uit. Dat is een mooi centerpiece van het spel. Maar wat ik ook gewoon leuk vind is de snelheid en de eenvoud waarmee het speelt. Als je aan de beurt bent, je gooit je dobbelstenen maximaal 3 keer. Je gaat kijken of je daar een flinke dosis acties uithaalt. Je krijgt sowieso gratis een stapje op je special attack. En dan kun je de rest van je acties gaan spenderen om cowboys te bewegen. Misschien meer special actions, stapjes te nemen, kogels te gaan kopen. En eventueel nieuwe rogue kaarten aan je hand toe te voegen. En dan is het draaien en knallen maar. En je knalt op alle andere spelers. Dus speel je het met 2 of speel je het met 6.
Dat doet voor de tijdsduur niet zo heel veel verschil. Dus dat maakt dat het gewoon altijd, ongeacht de hoeveelheid spelers, een lekker snel spelletje blijft waarbij iedereen als een gek op elkaar aan het knallen is. Er zit uiteraard een grote geluksfactor in. Hoe gaat het met het werpen van de dobbelstenen? Waar eindigt de spinner? Maar aan de andere kant zijn er best wel een paar listige trucjes. De shotgun is een fantastisch wapen. Zeker omdat je dan bijvoorbeeld naast de shotgun nog twee gewone kogels kan stoppen. Dat betekent dat je daar eigenlijk, net als met de rifle, twee damage doet. Dus dan heb je al een redelijke kans dat je op twee cijfers een insta-kill hebt als er geen tonnetje voor staat. Aan de andere kant ga je natuurlijk je cowboys een beetje bewegen, misschien wat tonnetjes neerzetten en zo hopen dat je net de dans kan ontspringen van de vuurregen die door dit stadje waait en waarbij vele cowboys getroffen worden. Maar alles bij elkaar is dit gewoon een uitstekend partyspel. Het thema en de vormgeving spreken tot de verbeelding. De regels zijn gemakkelijk, waardoor mensen gewoon lekker dobbelen en vooral druk zijn met kogels laden en elkaar overhoop knallen. Er is veel interactie, want ook al ben je niet aan de beurt, dan wordt er toch op je geschoten. Dus je bent toch aan het kijken van oké, hopelijk gooit hij niet te veel acties of draait hij de spinnen net zodat ik er geen last van heb. En als je dan eindelijk zelf kan, dan is het volle bak aan de gang gaan en op losknallen. En doordat je op iedereen tegelijkertijd schiet, vallen er ook veel slachtoffers en is het spel ook lekker snel. Neemt niet weg dat er toch nog genoeg in zit om het gevoel op te wekken dat je echt wel invloed hebt op de acties en dat je het een beetje kan sturen in de richting van waar jij het wil hebben. Maar wat ik al zei, er zitten dobbelstenen en een spinner in. En ja, daar heb je soms geluk mee en soms pech. En dat zijn de redenen waarom Gunslinger wat mij betreft een aanrader is in de categorie partyspelletjes en vandaar ook een 8 heeft gekregen. Spellen's older.